Ik open deze vergadering. Welkom bij de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Aan de orde is het notaoverleg Mensenrechtenbeleid. En alvorens wij van start gaan met dit notaoverleg, wil ik eerst nog een brief toevoegen. Er is namelijk gisteren een kabinetsbrief binnengekomen over de uitvoering van de motie Karabeloet. Dat is stuk nummer 215-01-02, nummer 2273, om geen afvaardiging van de regering te sturen naar het WK voetbal in Qatar en hierover in overleg te gaan met andere landen. Ik stel voor om deze brief toe te voegen aan de agenda van dit notenoverleg. Bestaat daar tegen bezwaar? Nee, dat is niet het geval. Dan is de brief bij deze toegevoegd. Ik fungeer als voorzitter, maar ik zou ook graag als namens mijn fractie het woord willen voeren. Dus ik ga kortstondig het woord of het voorzitterschap aan de heer Sjoerdsma overdragen. Ja, dan moet u altijd nog maar weer zien dat hij dat weer terugkrijgt. Maar als eerste het woord aan de heer Valsler van de VVD. Dank, voorzitter. Ik vervang mijn collega Brekelmans overigens. Fundamentele vrijheden, democratie en mensenrechten staan wereldwijd onder druk. Helaas is dat het afgelopen jaar alleen maar erger geworden. De oorlog in Oekraïne illustreert hoe fundamentele mensenrechten op het spel staan. We zien dat agressieve en repressieve regimes in bijvoorbeeld China, Rusland, Iran en Afghanistan de teugels nog strakker aantrekken. Vrijheden en rechten van vrouwen, meisjes, minderheden, LHBTI, journalisten, oppositieleiders en mensenrechtenverdedigers worden ingeperkt. Het is goed dat Nederland onze vrijheden en waarden actief uitdraagt en zich inzet voor mensenrechten waar dit een verschil kan maken. Dit moet altijd onderdeel zijn van een brede belangenafweging. In een tijd waarin een geopolitieke aardverschuiving plaatsvindt, een agressieve grootmacht een hybride oorlog met ons voert en de veiligheidsdreigingen steeds veelzijdiger en complexer worden, heeft het beschermen van onze veiligheid, vrijheid en welvaart de hoogste prioriteit. We ervaren deze geopolitieke realiteit dagelijks. Veel autocratieën, met Rusland en China voorop, houden elkaar de hand boven het hoofd binnen de VN en ondermijnen zo de internationale rechtsorde. Een pijnlijk voorbeeld hiervan is dat er geen VN-debat komt over het recent verschenen VN-mensenrechtenrapport over de Oeigoeren in China. Kan de minister uitleggen welke concrete strategie Nederland voert om deze trend te keren? En op welke manier zet Nederland in om strategische allianties met landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika, om zo een breed front tegen deze autocratieën te vormen? Hoe gaat de minister om met de dilemma's die hierbij optreden? Soms zal hij moeten samenwerken met ongemakkelijke partners om de invloed van China en Rusland, de grootste mensenrechten schenders, te verminderen. Kiezen voor het minste kwaad. En welke lijn draagt de minister hierin uit? In dat kader wil ik ook het WK in Qatar opbrengen. Uiteraard ben ik het eens met de zorgen en kritiek over de mensenrechten schendingen en die van de arbeiders in het bijzonder. Maar ik begrijp ook het dilemma waar het kabinet voor staat en de afweging waar zij toe gekomen zijn. Daarbij is het frame van een koopman en een dominee achterhaald. We moeten ook samenwerken met Qatar om minder afhankelijk te worden van Rusland, die zich schuldig maakt aan de meest grove oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen. En we werken samen met Qatar om mensen uit Afghanistan te kunnen evacueren, waar mensen ook gebukt gaan onder mensenrechten schendingen. We werken met Qatar samen om iets te kunnen doen tegen mensenrechten schendingen door Rusland en Afghanistan. Als de regering thuis blijft, is dat symbolisch, maar per saldo slecht voor de mensenrechten. Daarnaast kunnen we door te gaan juist een boodschap overbrengen met gelijkgestemde landen, zoals dat de afgelopen maanden ook veelvuldig is gebeurd. Kan de minister toelichten hoe Nederland voornemens is dit te gaan doen? En daarnaast heeft collega Brekelmans regelmatig benadrukt dat we onze afhankelijkheden moeten verminderen om effectief druk uit te oefenen tegen mensenrechtsschendingen. Collega Brekelmans heeft daarover een motie ingediend die unaniem in de Kamer is aangenomen. Ik zie er echter niks over terug in de mensenrechtenrapportage. Hoe kan dit, vraagt de minister. Hoe kan dit, vraagt de minister. Welke concrete stappen heeft de minister gezet? We moeten strategische afhankelijkheden effectiever te verminderen en ook de koppeling te maken met ons mensenrechtenbeleid. Er is een interruptie voor u van collega Van Dijk. De heer Van Dijk. Ja, voorzitter, dank. De heer Valster die spreekt over het WK in Qatar en de motie die daartoe is aangenomen, die niet wordt uitgevoerd door de regering. En hij zegt, ja, per saldo is het ook slecht voor de mensenrechten als we daar niet naartoe gaan. Dat lijkt mij niet het geval. Het is nou juist bedoeld om een statement te maken tegen de slechte mensenrechten situatie. Om daar niet heen te gaan. Los van alle andere factoren die de heer Valster noemde, is deze motie bedoeld om de buitengewoon kwalijke mensenrechten situatie in Qatar aan de kaak te stellen. En dat doe je door niet daar in het stadion in de skybox te gaan zitten met de autoriteiten van Qatar. De heer Valster.
Er is ook een andere mogelijkheid, namelijk door wel te gaan en dat gesprek wel aan te gaan in Qatar. Dat hoeft niet in een skybox. Daarom ben ik ook benieuwd wat de minister naast, of hij wel of niet de wedstrijden gaat bezoeken, wat voor gesprekken hij daarnaast nog gaat voeren. Maar ja, ik kan mijn betoog wel weer herhalen. Maar het is allemaal niet zo zwart-wit als dat de heer Van Dijk probeert te schetsen. We hebben net het voorbeeld van de Afghanen aangehaald. Mede dankzij Qatar hebben we inmiddels bijna 2000 mensen deze kant op gehaald. Zitten er nog steeds tolken in Afghanistan die uiteindelijk, als we weigeren naar Qatar te gaan, of uiteindelijk de banden zelfs breken met Qatar, misschien dat die laatste Afghaanse tolken die zich voor defensie hebben ingezet, dat die ook niet overgehaald kunnen worden naar Nederland? De heer Van Dijk. Ja, maar voorzitter, het is natuurlijk een farce dat de premier zegt, wij willen naar dat WK toe gaan met de minister en misschien zelfs met de koning om over de mensenrechten te kunnen praten. Je kunt veel zeggen, maar dit kun je ons niet wijsmaken. Daar is dat WK niet voor nodig, meneer Falster. Dat WK, dat zou een feestje moeten zijn. Dat is het niet, omdat het in Qatar wordt gehouden. En wij moeten het regime niet legitimeren door daar te komen met hoogwaardigheidsbekleders. Wees u daar nou alstublieft niet hypocriet over. Je kunt heel goed over mensenrechten praten, maar daarvoor hoef je niet naar dat WK-toernooi. Erkent u dat? De heer Falster. Nee. Dan is er nog een interruptie voor u, meneer Falster, van de heer Van der Leyen. Ja, toch ook omdat de heer Falster zegt, het is allemaal niet zo zwart-wit. Kijk, het is een feit dat er ruim 6000 mensen als een soort moderne slaven zijn omgekomen om voetbalstadions te bouwen. En dan is er ook zoiets als proportionaliteit. Kijk, het niet bezoeken van een voetbaltoernooi lijkt mij een proportionele reactie. Dat wil helemaal niet zeggen dat je alle banden moet verbreken met het land. Er zijn allerlei contacten en in die contacten is het ook goed om mensenrechten aan te kaarten. Maar je legitimeert een hele grove schending van mensenrechten die echt grootschalig is geweest. En waar ook, als het gaat om de reparatie, voor zover je dat kan met compenseren van nabestaanden, ook veel te weinig gebeurt. En tast dit niet juist de geloofwaardigheid aan van landen die elders in de wereld ook opkomen voor mensenrechten, als ze op dit punt puur weer vanwege hun eigen belang afzien om daar consequent in te zijn? De heer Falster. Dank, voorzitter. En uw microfoon staat nog aan. We kunnen. Ik kan opnieuw hetzelfde antwoord geven. Mijn fractie is van mening dat je dat gesprek moet aangaan. Dat gesprek kan je niet aangaan door thuis te blijven. Dat gesprek kan je wel aangaan door die kant op te gaan. Maar ik hoor ook graag van de minister wat ze daar uiteindelijk gaan doen. En ik neem dan ook eigenlijk gemakshalve aan, maar dat hoor ik graag van hem, van de minister, of dat niet alleen blijft bij het bezoeken van wedstrijden, maar of ze ook actief dat gesprek aangaan.